Er was eens een oude chagrijnige vrouw die twee dochters had. Een van haarzelf en een geadopteerde dochter. De dochter van haarzelf was haar lieveling. Ik vind mijn dochter de beste. Maar die dochter was lauw en lelijk. Wat? Wie zei dat? De geadopteerde dochter was beeldschoon, ijverig en aardig. Goeiedag, dames en heren. De vrouw vond haar maar niks. Ze was handig in de huishouding, zodat zij en haar lauwe en lelijke dochter niks hoefden te doen. De geadopteerde dochter zat vaak bij de waterput te spinnen. Ze was zo lang bezig en zo hard dat haar handen van het spinnen bloedden. Op een dag was de spul helemaal bloederig geworden. De dochter was triest. Oh nee, mijn moeder zal ontzettend boos zijn. Ze boog zich wat voorover om de spoel te wassen in het water van de put. Maar haar handen deden zo pijn dat de spoel uit haar handen in de put liet vallen. De spoel zonk naar de bodem van de put. De dochter moest heel hard huilen. Ik kan nooit weer naar huis gaan. Omdat ze niet naar huis durfde, wachtte ze maar. Toen het avond werd, ging ze naar haar stiefmoeder. Ik heb de spoel in de waterput laten vallen. Wat? Hoe durf je nog terug te komen? Ga hem halen, nu! Maar moeder, hij ligt op de bodem van de put. En ik weet niet hoe ik hem uit de put moet halen. Kan me niks schelen. Je had hem er maar uit. De geadopteerde dochter rende weg, met de tranen over haar wangen. Toen ze bij de put was, was ze radeloos. Ik weet niet wat te doen. Ik moet. Door haar val raakte zij buiten westen. Toen ze wakker werd, lag zij in een mooie zomerse weide met veel prachtige bloemetjes. Dit verbaasde haar wel heel erg. Waar ben ik nu terecht gekomen? Vroeg ze zich af. Het is heel prachtig. Ik ga over de weide lopen. Na een tijdje kwam ze een oven tegen waar een brood in zat. Het is heet, heet! Haal mij eruit, ik ben helemaal getoast, riep het brood. Ach man, ik ben al lang bruin en haar. Het meisje doofde de oven en haalde het brood eruit. Ze liep weer verder en ze was nog maar net op weg, toen ze langs een mooie appelboom kwam. De appelboom sprak ineens tegen haar. Lief meisje, kun je mijn tak schudden? Ik heb zoveel grote, rijpe appels aan mijn takken, dat mijn takken er pijn van doen. Het is zo zwaar. Schud me toch! Jazeker, ik kan je helpen, mijn boomtje vriend. Ze begon te schudden aan de boom en stapelde de appels op een grote berg en liep toen verder. Toen ze een beetje verder liep, zag ze een vrouw, maar dit was een gewone vrouw niet. De geadopteerde dochter hoppelde langs en zag een huisje. In de deur stond er een vrouw. Toen ze iets dichterbij kwam, zag ze dat de vrouw oud was en bovendien heel eng. De oude vrouw zag er zo verschrikkelijk uit dat het meisje bang werd en hard weg wilde rennen. Meisje, waarom ben jij zo bang? Blijf je alsjeblieft bij mij. Je hoeft alleen maar mijn bed op te schudden, zodat de weren vliegen. Dan sneeuwt het in de hele wereld. Ik ben Vrouw Holle. Toen het meisje de lieve zachte stem hoorde van de oude vrouw, was ze niet meer bang. Ze besloot om te blijven. Het meisje had een tijdje bij de oude vrouw gewoond. Het meisje werd steeds verdrietiger. Vrouw Holle, ik leef hier heel fijn en een stuk beter dan thuis, maar ik ben toch niet gelukkig. Ik heb heimwee. Kind, je hebt me zo goed geholpen al de tijd. Ik zal jezelf naar huis brengen. Ik snap dat je heimwee hebt. Vrouw Holle ging met een meisje mee en ze kwamen bij een grote poort. Het meisje ging onder de poort staan en er viel een regen van goud over haar heen. Dat krijg jij omdat je zo ijverig en liefdepentig was voor mij. Dit is de spoor die je in de put hebt laten vallen. Goh, ik ben terug in de gewone wereld. Kukulikoe, kukulikoe. Onze houden jonkvrouw zien we nu. Dag, stiefmoeder en stiefzus. Kijk, ik ben bedekt met goud. Laat mij jullie vertellen hoe het gebeurde. En de geadopteerdochter vertelde hun wat er gebeurd was met haar. Toen de stiefmoeder dat hoorde, wilde zij hetzelfde voor haar eigen dochter.